Weet je wat ik altijd heb als ik 's morgens op zo'n plekje sta? Nou? Dan heb ik het gevoel dat ik in een film beland ben van The Lion King. Ja, dat is wel mooi. Ah, ze kan je. Oh, Goeie morgen. Goedemorgen. Het is echt heel vroeg en heel donker nog. Oh, mijn hemel. Zullen we eens even een lampje bij aan doen? Ja, daar zijn we. Ja, jij hebt je bril maar opgedaan. Ik heb mijn bril maar opgedaan, want ik denk als ik mijn lenzen nu in op deze tijdstip, dan heb ik zulke droge ogen, dan komt het niet goed vandaag. Dat komt niet goed, want het is 20 minuten over 6, mensen. We hebben om 6:30 afgesproken bij Ruinen. En daar gaan we iets met vogeltjes doen, want die schijnen om 6:15 echt op hun allermooiste zingen. Dus ik ben heel benieuwd zometeen. We gaan met Daan op pad. Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de dag niet lang genoeg? En la 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 la. Precies. Ja, dus. Het is inmiddels een beetje licht geworden. Dat is Daan. Goedemorgen. Hoi. Kon je een beetje wakker worden vanochtend? Nou, ik heb nog steeds een beetje slaap in de ogen. Ja, is niks van te zien hoor. Zie je niks van. Ja, want wij zijn nu aan de rand van het Dwingelende Veld, toch? Klopt, vlakbij Ruinen. En waarom zijn we eigenlijk zo vroeg? Omdat die vogels lekker actief zijn nu. Dus daar willen we graag, dat willen we graag meemaken. Dat willen we graag horen en zien. Dus we gaan zo ook nog wel wat vogels zien. En nu zijn ze lekker actief. Terwijl als je midden overdag komt, dan liggen ze ook even lekker te pitten. Ja, precies. Even een siestaatje. Precies. In ieder geval krijg je wel een beetje zo'n lente, zomergevoel als je al die vogeltjes precies. hoort. Precies. Ja, mooi. En daar is het om te doen. Ja, en het ziet er ook nog eens prachtig uit om ons heen. Super, hè? Het is ook bewust een beetje blauw uit, zodat ik niet te veel kapot werd. Wat zeg je, Gert? Nou, ik moet de camera een beetje instellen, zeg maar, dat je ook het ochtendgloren nog een beetje voelt. Ja. Hè? Lukt dat een beetje? Nou, volgens mij wel. Ja, mooi hoor. Je kunt hier wel eindeloos mooie plaatjes schieten nu, of niet? Het maakt niet uit waar je hem heen richt. Het is altijd goed. Ja, prachtig hoor. Ik wilde nog even iets kwijt over een paar weken terug. Toen zei Jasper Pannenkoek dat hij voor mij thee had gehaald. En dat hij dat wel deed voor de diva's. Nou, ik ben geen diva. Want ik heb dus vanochtend om 4:30 thee staan zetten. En heerlijk. Dat heb ik nu mee en dan kunnen wij allebei genieten van een kopje thee. Ja, sorry, het is geen koffie, want dat ben ik niet zo dol op. Nee, dat is heerlijk. Het is muntthee. Dat is mijn lievelings. Ik mis alleen een blaadje van die... Verse munt. Die verse munt. Nou, vooruit. Voor het sfeertje. Denk die er maar even bij. Ja. Proost. Proost. Weet je wat ik altijd heb als ik 's morgens op zo'n plekje sta? Nou? Dan heb ik het gevoel dat ik in een film beland ben van The Lion King. Ja, dat is wel mooi. Ah, Oei. Ik weet niet hoe die verder gaat. Oh jee, Gert. Gaan we dat redden? Ik zeg gas is alles, Loes. Gelukkig hebben we nieuwe auto's. Die nog schoon waren, toch voor kort. Ja, maar als we maar niet vast blijven zitten, nee. Dan vind ik het goed. Nee, kijk dan. Dat is een 4x4, hè, die van hun. Ja. Deze Dacia niet. Oh god. Ja, ja, niks aan de hand. Goede stuurkunsten voor jou, man. Ja joh. Wat heb je die auto vies gemaakt, Gert? Ja, kijk, dat is nou echt typisch vrouwen, hè? Gewoon in plaats van te zeggen van, joh, wat heb je ons weer prachtig door die enorme toestand heen geloodst. Hè, dat je ons gered hebt dat we niet vast kwamen te zitten. Nee, dat is zo kun je het ook zeggen. Maar nee. Een typische vrouwenopmerking, wat heb je hem vies gemaakt? Maar dat zei ik net al, hè? Van yes, goed gedaan, het is gelukt. Zullen we dan gewoon collectief maken? We hebben hem ontzettend vies gemaakt. Nou, dat vind ik, dat klinkt zullen beter. Zullen we hem dan straks ook weer schoonmaken? Dat lijkt mij goed. Goed dan zo. Doen we hem door de wasstraat. Goed, gaan we nu eerst de uitkijktoren nog? Ja. Niet zo wiebelen hoor. Oh, sorry. Ik vind het echt heel eng. Beetje, jij bent een beetje want kijk, bezig, wij staan op een uitkijktoren, die is nieuw. En dan kijken we uit over het Dwingelende Veld. En ik doe even een rondje. Kijk, Daan en Jan zijn er ook. En hier achter ons zie je een nieuwe schaapskooi. Ik weet niet of je dat ziet. Het dak van de schaapskooi. Maar ik durf eigenlijk... Ik vind het allemaal maar eng. Überhaupt, ik sta nu niks vast te houden behalve nee, mijn telefoon. Maar het feit dat je hier gewoon dwars door die bodem heen kunt kijken, dat vind jij een beetje griezelig, hè? Ja, vind ik heel eng, ja. Ja, dat snap ik. Ik hou gewoon echt niet van hoogtes. Ja. Daan! Ja.
Maar goed, we moeten nog even iets opnemen. Dus heel snel, want die etters hier achter mij, die staan maar een beetje te springen en te doen. Help. Hé, hey, al mijn zoveel lawaai. Nee! Dat was Gert. Sorry. Ik identificeer me heel makkelijk met deze beesten. Nee. Ja. Nee. Nou, we hebben genoeg met lammetjes geknuffeld. Vogels gezien. Nou, het was vroeg, maar het was wel een hele mooie ochtend. Het was vroeg, maar roeg. Nu gaan we door naar Paulien. Dat zien jullie volgende week. Gaan we mieren knuffelen, geloof ik. Dan gaan we iets met mieren knuffelen. Ja. Doeg!